Nou, we zijn er weer, jongens. We zijn er weer, hè. Dus, ja, ik had even... Zo, mijn keel. Ik had even wat goed te maken. Ik heb iemand even... niet goed behandeld. En ik moest even wat goed maken. Vandaar het laatste plaatje. Ik vond het wel even leuk. Ik heb echt... Oh, even kijken of ik mijn microfoon wat beter kan zetten. Zo. Ik heb iemand heel dicht in mijn hart als vriend zijnde. En dat is Lisanne. En dat wou ik nog even kwijt. Nou jongens, we gaan beginnen. We gaan verder met Euro Truck Simulator 2. Nou, ik heb vanmiddag ook al gespeeld. Toen ben ik in Glasgow geweest en in Carlisle of zoiets. In ieder geval, ik ben in Schotland geweest. En we gaan nu, in Schotland heb ik alweer aardig wat, aardig weer wat gereden. Dus aardig weer wat geel. Ik ben in ieder geval omhoog gegaan. Ik zit al bijna op 32% ontdekt in de map. En ik ben nu ongeveer hiero. Ik ben begonnen in Aberdeen. En daar ben ik de lange reis aan het maken naar hiero, naar Hamburg. Dus dat gaan we even doen. Dat gaan we even doen. Misschien als ik in Hamburg ben, misschien kan ik wel een queue even aandoen. Ik wou in ieder geval nog even naar beneden. En dan wil ik iemand naar Magdeburg, naar Leipzig, Dresden. Daar ben ik allemaal nog niet geweest. Kassel ben ik nog niet geweest. Erfurt ben ik nog niet geweest. Frankfurt am Main ben ik nog niet geweest. Mannheim, Dortmund en Düsseldorf. Daar ben ik allemaal nog niet geweest. Dus daar wil ik nog even eigenlijk nog naartoe. Zal wel niet allemaal gelijk vandaag in één keer zijn. Voor de rest ben ik nog niet in München geweest. In Innsbruck, in de buurt van Salzburg. Ben ik nog niet geweest. Klagenfurt ben ik nog niet geweest. Graz nog niet. En ik ben nog niet in Wenen geweest. Dus we moeten eigenlijk die kanten eigenlijk even op. Kanten waar ik nog niet geweest ben. Want dat, doet de, dan gaan de procenten weer omhoog, hè. Ik heb trouwens in ieder geval weer een nieuwe vrachtwagen gekocht. Ik zal hem even laten zien. Ik zal hem even laten zien. Ik kruip me heel even naar achter. Zo. Hoppa. Doe ik even twee. Kijk, en speciaal voor mijn maatje heb ik twee kentekenplaten erop van Lisanne en maatje. Ja, is er altijd een beetje bij me, hè, onderweg. Het kan. Het is af en toe eenzaam beroep, vrachtwagenchauffeur. Je bent de hele dag ben je van huis weg. Helemaal alleen in de grote vrachtwagen in de wijde wereld. Dus ik snap één ding niet. Hoe kan het dat ik er net op 1000 kilometer stond? En nu moet ik ineens 3283 kilometer rijden. Dat klopt niet helemaal. Dat heb ik toevallig. Even wachten hoor. Ik mag eigenlijk wel niet midden op de weg stoppen, maar voor mij klopt er iets niet, jongens. Kijk. Ik wou wel zeggen. Klopt helemaal geen ene reet van. Kijk, zie je? Kijk, dat ziet er een stuk beter uit, hè? Dat ziet er een stuk beter uit. 1000 kilometer, ja, 1125. En een rittijd van 21 uur en 54 seconden. Kijk, dat is wat anders dan 3000 kilometer. Ik had gewoon weer per ongeluk aan mijn navigatie zitten rotzooien. Maar dat maakt niet uit, dan doen we eventjes de navigatie even resetten. En dan komt het allemaal wel weer 100% in orde, jongens, 100%. Ja, zeker.
Zeker. Zeker een lange rit. Lief, hè? Ja, ja. Waar Romanski is? Nee, Romanski is bij zijn ouders, hè? Die moest even naar zijn ouders toe. Ramon die komt denk later, want Ramon moest even naar zijn ouders toe. Dat hij mij nog vertelt. Ja, ja, voor mij moest hij zijn vader zijn haar nog knippen, scheren. En dan moest hij even bij zijn ouders langs. Dus die zal wel iets, die komt wel iets later. Maar dat maakt niet uit allemaal. Ik heb trouwens vergeten de vorige livestream nog te uploaden, dus mocht je dit kijken op YouTube en je zou denken van joh, waarom komt er ineens een hele oude livestream van een week geleden online en eentje van deze week. Ja, ik was die andere video of die andere livestream, die heb ik nog helemaal niet geüpload. Ik moet het nog uploaden. Dus, oh zo. Oh, godverdikkie. Ja, dat komt door die dinges. Die microfoon. Die heb ik een beetje omhoog gedaan. Maar nou zat die microfoon tegen mijn neus al. En ik wou die microfoon even wegduwen, maar toen zat ik even niet op te letten. Maar ja, er staat 1082 kilometer nog. Maar we gaan natuurlijk ook nog dadelijk overvaren. Hè? Dus dat is ook nog wel... Er gaan er ook nog wel wat kilometertjes vanaf. De haren scheren, ja. Ja, precies. Dus, ja. Vandaar, hè. Dus. Nou ja, in ieder geval. Je kan deze livestream altijd... Ja, ik wou zeggen, je kan deze livestream altijd terugzien. Maar ja, dan moet ik hem wel uploaden natuurlijk. Anders kan ik hem nog niet terugzien, maar... Normaal kan je deze livestream altijd terugkijken op mijn YouTube kanaal, want daar doe ik meestal posten. Ik upload hem altijd gelijk door naar mijn YouTube kanaal. Maar ja, dan moet ik hem niet vergeten te uploaden, want als ik hem niet upload, dan kan je hem alsnog niet terugzien. Maar dat maakt niet uit. Hij komt er wel. Hij komt toch wel een keer online. Ik ga hem binnenkort even uploaden. Allebei. Dan, ja, dan klopt het weer een beetje allemaal. Hè. Want nou... Nou, ik ben benieuwd wanneer we nou bij die pont... bij die pont zijn. Bij die boot zijn. Jeetje, wel echt rijden hoor. Ja, ik kom natuurlijk helemaal uit Schotland. Dat is wel een aardig eentje rijden van Schotland. Maar we hebben eindelijk eens een keertje, zijn we een keer naar Schotland geweest. Ik was daar helemaal niet in Schotland geweest. Dit was de eerste keer dat ik in Schotland was. Dus dat was ook wel leuk. We hebben dat ook een keer gedaan, hè. En ja, ik rij aan de linkerkant van de weg, eindelijk. Ik heb natuurlijk al een keer een bal gehad, omdat ik, een beetje dom was. Toen ging ik aan de rechterkant rijden. Maar ja, in Engeland rijden ze links, hè, dus dan moet je in het spel ook aan de linkerkant rijden. Precies, hup hup, gas erop, gas met die pedaal. Maar dit is dus mijn nieuwe vrachtwagentje, jongens. Ook wel een mooie vrachtwagen hoor, hij rijdt heerlijk. En zo heb ik al aardig wat vrachtwagentjes gekocht, jongens. Ik moet wel voor de vrachtwagen waar ik vroeger in reed. Moet ik eigenlijk nog even de chauffeur in dienst nemen.
Want die kan dan mijn vrachtwagen pakken en dan kan die daar ritten mee rijden. Elke nieuwe vrachtwagen die ik koop, de oude die gaat dan naar een chauffeur die ik dan in dienst neem. En die vrachtwagen en iemand die ik in dienst neem, die neemt dan mijn oude vrachtwagen en daar rijdt hij ook ritten mee. En daar word je ook weer voor betaald. Ja, je moet natuurlijk ook die man betalen, maar je krijgt ook dus geld van de ritten die hij rijdt. Die krijg jij dus in je zakkie gestoken. Dus je kan ook personeel in dienst nemen. Ze rijden in Engeland rijden links op. Ik rij links. Nederland, Duitsland en Frankrijk en zo rijden ze rechts. Voor mij in Suriname rijden ze ook links. Ja. En in Malta volgens mij ook. Daar rijden ze ook links. En het Verenigd. Nee, hoe is dat? Nee, niet. Ja, er is nog een land. Dat is eigenlijk een onderdeel van Engeland. En daar rijden ze ook. Oh, ik zit niet op te letten. Ik zit niet op te letten. Oh, we moeten er dadelijk trouwens af, jongens. Grimsby. We moeten er zo af. Zie je dat? Kijk, hier moet ik af. Nou, moet je kijken. Inmiddels al 976 kilometer. Ik heb alweer aardig wat kilometers eraf gehaald. Zo. Oh, dit is een rotweg, zeg hé. Zo'n irritante grindweg. Kijk, zie je, daar heb je Ramonski, hè? Daar heb je Ramonski. Daar heb je Ramonski. Nou, en als het heel goed is, dan gaan heb ik binnenkort waarschijnlijk een maatje om mee te rijden. Waarschijnlijk gaat Joost dit spel ook kopen. Dus dan kunnen we samen kunnen we rijden. Dat is ook wel leuk. Moet ik alleen even kijken hoe mijn. Kijk, mijn 27 FC bakkie. Moet ik dan weer eens even. Het is me een keer gelukt hoor. Dus. Het is me een keer gelukt. Dus. Ja. Even zorgen dat mijn 27 MC bakkie in orde is, dan kunnen we tegelijkertijd met elkaar kletsen, dat is wel leuk. Ja, ja. Dat is af en toe nog wel eens kut hoor. Dat is af en toe nog wel eens balen hoor. Ik moet natuurlijk niet zo rijden, maar ik moet dan natuurlijk hier ook deze weg hier hebben. Die. En dan gaan we die kant op. Ja.
Ja, het is echt even wennen, jongens. Als je het niet gewend bent, dan is het echt even wennen om aan de andere kant van de weg te rijden. Daarom wil ik ook wat vaker weer op Engeland gaan rijden, want dan kan ik een beetje oefenen. Dan gaat het dadelijk alleen maar een stuk beter. Het is echt, als je het niet gewend bent, is het echt even wennen om links te rijden. Ook die bochten, ook de rotondes, die gaan heel anders dan... Ik denk dat we nou niet echt ver meer uit de buurt zijn van de boot. Nou, het zou leuk zijn als Joost ook op een gegeven moment dadelijk komt. Dan kunnen we in de toekomst kunnen we dan een keertje lekker konvooien samen. Dat is wel leuk. Zo rijden is leuk. Maar als je natuurlijk gaat konvooien met iemand erbij, dat je allebei dezelfde route neemt en allebei achter elkaar rijdt, ja, dat is natuurlijk wel geweldig. Dan kan je gewoon lekker spelen en dan kan je gewoon lekker samen rijden. Dat is natuurlijk een stuk leuker dan alleen rijden. Dus ja, dat zou wel gaaf wezen. Dat zou echt gaaf wezen. Het lijkt me echt nog wel een keer tof om het gewoon een keer met 3-4 man. Het lijkt me zo gaaf om dit te doen. Gewoon met 3-4 man achter elkaar rijden. En dan even lekker. Is goed, kleine. Is goed. Is goed, moppie. Ja, dat is echt nog wel een keer een droom van me. Om gewoon dit met een stuk of 3-4 man of zo. Gewoon lekker achter elkaar te konvooien. En ja, het is echt geweldig. Kijk, normaal neem je de rotonde, dus nu neem je de rotonde rechts. En ik moet de rotonde links nemen. Oeps. Kijk, zo moet je dus de rotonde nemen, jongens. Ja, dat is echt eventjes... dat is echt even... Is goed, kleine terrorist, ik spreek je zo wel. Maatje. Gaan we weer, jongens. Gaan we weer. 1, 2, 17. Hoppakee. En dan moeten we hier ook moeten erop, denk ik. Ja, hier moeten we erop. Gaan we hier inschepen. Ga ik eerst even kijken hoor, want heel even snel op de wereldkaart kijken. Ja. Ik zie het al. Dus dat is Europoort moet ik hebben dadelijk. Europoort. Enter. En dan moeten we de Europoort hebben. Zo, dan gaan we even overvaren. En we zijn terug in Nederland, jongens. Zo snel gaat dat. Kijk, nog maar 507 kilometer, hè. Je ziet het. Er is alweer ruim 300 kilometer is er alweer af. 300-400 kilometer is er alweer af. Dus, ja. Nee, maar daarom... ja, het is echt... het is een leuk spel. Maar ik denk als je het met z'n drieën doet of zo met een groepje... dan is dat nog eigenlijk veel toffer eigenlijk, hè. We gaan even zo rijden.
Europoort zijn we en we gaan Rotterdam, Amsterdam. Dan omhoog naar de grens over. En dan de grens over in Duitsland. En dan gaan we naar Hamburg. Ja, dat lijkt mij ook, het is een stuk toffer om dat gewoon met z'n allen te doen. Dat is echt leuk. Dan kan je echt lekker met elkaar konvooien en zo. Een beetje tollen. We moeten in ieder geval deze kant op. Amsterdam-Groningen moeten hebben. Ik denk, ik heb er net even wezen eten, toen heb ik hem op pauze gezet. Ik denk, ja, ik moet de rit nog helemaal gaan rijden. Maar ik denk, nou, misschien als ik hem op pauze zet, dan komt het wel in orde. Maar ik denk dat ze mij, want ik zie ook helemaal geen mensen meer. Volgens mij hebben ze mij gewoon... dat ze mij even eraf gegooid hebben. Dus ja, ze hebben me eraf gegooid trouwens. Kijk maar rechtsboven. Offline staat er. Dus als je te lang blijft dingen dan of als je te lang in de pauzestand blijft, dan word je er dus afgeschopt. Dan word je eraf geschopt. Maar dat maakt niet uit. We gaan eerst even deze rit even snel doen. Deze rit even afmaken. Als ik deze rit afgemaakt heb, dan start ik hem even opnieuw op. En dan gaan we eventjes gaan we even opnieuw opstarten, zodat we weer in de truckers en pie zitten. Hij schopt heel erg, joh. Hij schopt verschrikkelijk deze Ja, ik zat eerst met andere mensen in de lobby. Ja, je hebt simulatie 1, simulatie 2 heb je. En dan heb je nog wat andere dingen. Moet je zeg maar een van die sessies moet je kiezen. Ik neem meestal altijd simulatie 1 neem ik altijd. Meestal zit ik al in simulatie 1 altijd. Ja. Ik zal het ook wel even laten zien aan je. Ik zal het zo even laten zien aan je. Als ik dadelijk deze route gereden heb, dan zal ik het dus laten zien hoe dat... maar het zijn dus verschillende sessies waar je uit kan kiezen. Simulatie 1, simulatie 2. Ja, en dan heb je nog een paar andere dingen heb je dan nog. Ik heb een halve tank, zal ik het... ik moet nog wel 386 kilometer, dus... Ja, laat hem toch maar even bijvullen hè, voor de zekerheid. Je weet maar nooit.
Zo, we hebben hem weer volgegooid. Stil vond ik het al, het is echt ontzettend stil, ik denk, voor mij ben ik eruit gegooid. Wij moeten voor mij Bremen hebben, ja we moeten Bremen hebben. We gaan naar Keulen en Luik. Gaan we. Trouwens Rob. Even kijken of die. Ja, ja, dat weet ik. Moet niet stoppen. Nou, stop dan. Hij blijft rijden. Juist. Even kijken, wereldkaart. Moeten we eens even in België kijken, hè? Even kijken. Parijs. Dit is Parijs. We hebben ook nog niet echt alles gereden. Calais, Brussel, nee, Rob, je hebt pech gehad, volgens mij, ik denk niet dat Charleroi erin zit. Nee, Charleroi zit er niet in. Ik denk zelfs kijken dat Charleroi erin zit, hè? Maar nee, geen Charleroi, jammer Rob. Ja, Rob, die houdt van Charleroi, hè. Nou, daar kennen we niet heen, goed zo. Maar goed ook dat we niet, ja, ja, het is net als in GTA. Ja. Het is net als in GTA is het. Alleen in GTA kan je geen... Hij gaat lekker zijn gangetje. Ja, zeker weten. Alleen in... Even cola flesje pakken hoor. Alleen in GTA kan je dus geen server kiezen. Hier kan je een server kiezen. En dat is in GTA natuurlijk niet zo, hè. In GTA kan je geen server kiezen. In GTA moet je het maar doen met de service die je toegewezen kreeg. En hier kan je dus zelf kiezen of de server, welke server je wil. Ja. Nou, Hengelo nog 79 jongens. Hengelo! Hengelo! Oh, oh. Stad is het enige verschil. Hier kan je kiezen wat voor server je wil en wat voor lobby je wil. En... Nou! Eens kijken hoe snel het gaat, jongens. Daarnet stond hij nog op een verschrikkelijk aantal veel kilometers. Kijk, al die zonnebloemen. Allemaal zonnebloemen rechts. Mooi. Maar moet je eens kijken. Nog maar 326 kilometer. Ja, precies. Ja, een privélobby. Maar dat heb je voor privélobby's heb je hier niet, volgens mij. Je hebt hier geen privélobby's. Nee. Dit zijn allemaal publieke lobby's. Ik heb die andere lobby's eigenlijk nog ineens uitgeprobeerd. Dat zou ik eigenlijk eens een keer moeten doen voor de grap.
even een remontoetertje. Duitsland. Hebben, want anders ga je naar Keulen en Dortmund. Wij moeten de volgende afslag hebben. Dan gaan wij naar beneden toe. In een vervelende bocht. Marco, doe het dan wat rustiger aan. Waarom doe ik het nou weer zo wild, hè? Ja, dan moeten we deze hebben. Dan gaan we weer terug naar boven. Dan gaan we weer terug naar Amsterdam en Groningen. Dus we moeten deze kant op. Ja, en een goede update van Nederland zouden we nog eens een keer moeten doen. Echt een hele goede update van Nederland. Dat je nog wel wat meer plaatsen hebt en ook Brabant en zo, in Overijssel, Gelderland. Dat zou ik wel leuk vinden. Dat je wat meer plaatsen erbij hebt. Dat zou ik wel leuk vinden.
Wij moeten rechtdoor. Daar is ze weer, daar is ze weer. Hallo. Lekker gedoucht. Ik ben er weer, ja ja. Gezellig. Hamburg, Berlijn en Kiel. Ja, dat is lekker hè, af en toe even lekker douchen is heerlijk. Ik vind het ook wel fijn. Ik blijf er altijd wel ongeveer bijna een uur onder altijd. Ik vind het heerlijk om even te douchen altijd. Zalig. Als ik helemaal onder sta, dan ben ik er niet onder vandaan te slaan. Lekker warm. Vlieg bijna uit de bocht, jongen. Vlieg bijna uit de bocht. Zag je dat? Luc Koevendrijk. Oké. Nooit van gehoord. Plaatsje. Nog 1 uur. 56 minuten. Kilometer. 54 kilometer nog. Ah, dat is zo weggereden, joh. Dat is zo weggereden. Kijk, kijk dan. 54 minuten al. Oh, wat ik wilde hebben. Ik ga het verkeerde kant op. Oh, potverdikkie. Ik had wel die bocht moeten nemen. Shit, ik had hem wel moeten nemen, die afslag. Ik hoop dat ik niet door mag rijden. Ga alsjeblieft niet. Ga niet scharen. Ga alsjeblieft niet scharen.
scharen. Daar gaat hij al scharen. Maar ik ben er al. Zo, opgelost. Nee, nou zegt hij weer dat... Nou zegt hij weer dat ik verkeerd rijd. Net geeft hij aan van je moet die kant op. Dan ga ik die kant op en dan geeft hij aan dat ik... Wat is dit nou weer voor onzin? Echt waar. Wat een onzin. Nou ja. Dat zal wel goed wezen. Eerst geeft hij aan dat ik goed rijd. En nou ineens geeft hij aan van hey, je rijdt verkeerd. Zijn hoor. Stoppen maar 30 kilometer, 29 kilometer, maar 28, 27. Dus, omdat ik rijd met 90, voor mij het schelen. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Heel vreemd. Maar goed. Dan moeten we die kant op. En dan moeten we dus hier weer de snelweg op. Volgens mij. Of niet? Ja, dan moet je de snelweg op, denk ik. Oeh, dat was wel een hele grote bocht. Zo. Moeten we daar hier weer de bocht op? Hier weer de bocht. En hier nog een keer de bocht. Dan moeten we hier dadelijk links. Ah, we moeten hier nog de brug over. Nou, mooi die brug, hè jongens. Oh, mooie brug. Dit stukje ook weer geel gemaakt. Geluk bij ongelukje. Jee, wat een rit zeg. Op en dan miauw, die kant op en dan weer de bocht die kant op. Hier geeft hij weer, hij zegt doe de bocht daar zo en dan wat een echt. Oh. Hij zegt doe de bocht daar zo. Dan gaan we.
doe even een rondje van de zak, jongens. Even een kareltje, even een kareltje. We doen even een klein kareltje. Oh, daar staat hij. Ik wou zeggen, ik ken hem helemaal niet. Ik zie helemaal nog dat vlaggetje nog helemaal niet. Hoppakee, kijk. Nou, ik heb er drie uur en acht minuten over gereden. Hoppakee, we gaan alweer naar level 22, jongens. Mooi. Eens even kijken. Oh, hallo. Malmö, Nuremberg. Nee, ik heb nou niet echt Kiel. Ben ik daar al een keer geweest? Voor mij niet. We gaan even kijken. Nee, we gaan eerst even naar de wereldkaart. Ik wou richting. Kijk, ik wou eigenlijk een beetje deze kant eigenlijk even op. Zo, en München en zo, dat vind ik wel leuk. München! Eens even kijken, omdat hier ergens een rit is naar München. We gaan eerst even afsluiten. We gaan hem eerst even afsluiten zo, even wachten. Ik ga hem even opnieuw opstarten, want dan ben ik tenminste weer. Dan ben ik tenminste weer in. Hoe heet dat? Dan ben ik in ieder geval weer online, want ik ben offline ben ik. Ik denk nu, als ik nu rij, ben ik nog steeds offline, dus ik moet hem even afsluiten. Wat is dit dan? Oh, nee, dat wil ik niet. Nee, dat wil ik niet. Ik wil afsluiten. Zo, ik ga hem even het spelletje even opnieuw opstarten. Ja, even boodschappen doen in Duitsland. Ja, dat is wel. Zo, gaan we hem even opnieuw opstarten. Even opnieuw opstarten dat ding. Play. Oké. Up. Gaan we even inloggen. Oké. Dan moet ik hem eventjes uitzetten. Zo. Zonder cam. Juist. Kijk, Robby, dat is hem. Kijk, Rob, dit is hem. Simulatie 1, je hebt simulatie 2. Je hebt US-simulatie, SGP-simulatie. En je hebt arcade-simulatie. Dan heb je nog prof-simulatie.
Nee, ProMods. Zo, hallo. ProMods heb je nog. En je hebt ProMods Arcade heb je. Dus je hebt verschillende servers waar je dus uit kan kiezen. Dus dat is het. Nou, ik zit meestal altijd helemaal bovenaan. Ik zit gewoon in. Meestal heb ik deze altijd simulatie 1. Dus dan gaan we daar inloggen. Ja, die wil ik nog een keer halen. West-Balkans. West-Balkans. Dan kan je dus. Ik zal hem even snel opzoeken. Deze moet je hebben. Juist. Balkans. Kost €31. €30,58. €30,58. Even drukken, 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 drukken. Doe wel even een winkelwagentje alvast toevoegen. Voor mezelf kopen. Ja, dat weet ik jongen, maar dat wil ik nou nog niet doen. Ik wil hem gewoon als favoriete balkonsbundel. Deze, kijk, deze wil ik hebben. Je kan dan naar Slovenië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië krijg je dan, Albanië, Kosovo. Noord-Macedonië, Siberië en Montenegro krijg je er dan bij Rob. Dus ja, €31. 31 eurotjes. Ja. Ja, klopt. Maar bij mij werkt die nog niet echt helemaal. Ik heb een stuur hier, hoor, maar. Bij mij werkt hij nog niet echt helemaal goed. Maar als het goed is, kom binnenkort. Binnenkort kom Joost even een keer kijken voor me. Om dat stuur te installeren. Ja. Precies, precies. Hé, Maatje. Ik zie Maatje zie ik staan. Maatje. Dus, ja. Dus daar gaan we nog even een keer naar kijken. Want dat werkt er nog niet echt helemaal. Zoals het moet. Dus dan moet ik even nog een keertje even naar laten kijken. München, hè, zei ik. München. Is er nog ergens München? Düsseldorf. Daar ben ik ook nog niet geweest trouwens. Malmö. Osnabrück. Hannover. Nee, geen München, jongens. Geen München. Maar ik zag wel melk, zag ik. Melk, melk, melk. Ja, deze. Kijk, daar ben ik nog niet geweest. Düsseldorf. Düsseldorf. Ja, want bij mij werkt het nog niet echt helemaal perfect. Bij mij werkt het nog niet helemaal goed, dat stuur. Zo. Even mijn licht aanzetten, want als je je licht niet aanzet, dan word je ook gekikt. Je moet met licht aanrijden. Oh, dat is maar 10 kilometer, joh. Ja, ga lekker dwars door me heen rijden, joh. Nog eentje. Oh.
Waar moet ik nou ergens heen? Waar moet ik nou ergens heen? Ja joh, hou je mond joh, met je toeteren. Het staat er een als een gek te toeteren hier ook. Ik kan ergens die rotuitgang vinden joh. Oh, daar zit die uitgang. Ja, botsing. Dat dacht ik al. Dan moet ik een klein stukje rechtdoor en dan moet ik toekomen. Ja. Kom af, Kees. Ga binnen op de weg even achteruit rijden. Ja, doet hem maar lekker. Doet hem maar net weg. Je doet het maar net weg. Ja, Logitech, dat is wel een goed merk, ja. Ja joh, een beetje door rood rijden moet kunnen joh. Moet ook kunnen. Wat een chaos is hier jongens, echt, het is een chaos. Moet je kijken, al die blauwe dingetjes die je ziet, dat zijn allemaal spelers. Ja, ga midden op de weg stoppen. Ja, kunnen we ook echt druk houden hoor. Ze is allemaal te toeteren. Wat een idioot joh. Wij moeten hier rechtdoor. Wij moeten rechtdoor. Dat ik niet ineens ophalen, op mijn vracht ophalen.
controle. Ramona. Je meet hitte, je meet hitte. Hoor je dat stad 27 MC-bak hier staat? Dat is het 27 MC-bak hier. Eens even kijken. Hij moet hier ergens staan, maar waar? Nee, hij staat dus niet daar. Oh, daar staat hij. Staat zo'n witte pijl op. Kijk, zie je, staat zo'n witte pijl. Oh, jee, hij staat ook lekker. Ze hebben hem ook lekker neergezet, maar niet heus. Jeetje. Wow! Ja, dat dacht ik al. Oh. Dat dacht ik al, dat gaat hard. Het is wel vervelend hoor. Als je dan wil rijden, dan kan je niet meer op tijd remmen. Dan druk ik op T om de vrachtwagen de aanhanger aan te koppelen. En dan kan ik weer rijden. 337 kilometertjes. 5 uurtjes en 45 minuten. Ja, in spel dan hè. In spel! Nou, maar ik ga dus even lekker. Ik ga dus eventjes een glaasje en stopje drinken nemen. Want je krijgt er wel dorst van. Waarom gaan we motor nou af? Waarom staat mijn motor af? Ah. Oh, dat gaat weer niet, want thuis ook een controle. Shit, ik ben verkeerd gereden. Oh, 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 Piep zegt hij, maar heb ik schijt aan. Nou, ik moet echt even mijn of niet? Jeetje, dan moet ik. Wat gaan we nou krijgen? Nee, ik ben echt verkeerd gereden. Ik moet toch echt die kant op. Dat kan helemaal niet. Ai, 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 ai. Ik kan daar zeker niet rechtdoor rijden, zeker. Nou, dat gaat dus niet. Ik doe het gewoon zo. Hop, lange bocht. Lange bocht. En dan moet ik toch die kant op. Anders raak ik tegen het verkeer in. Maar waarom
zie ik hier dan nergens een groene ding dat ik kan stoppen. Of kan ik hier gewoon door? Oh, ik kan hier gewoon door. Zie je wel. Ik zit een partij moeilijk te doen, ik kan hier gewoon door. Ik hoef nou niet meer gecontroleerd te worden. Krijgen we nou? Even lekker voorzichtig rijden. Ja, die kut auto die is echt kapot. Echt even mijn. Ik ga dadelijk eerst in Hamburg ga ik even kijken naar een garage. Want hij geeft nu echt elke keer een storing op mijn truck aan. Dat mijn truck kapot is, dus ik moet echt even mijn truck even laten repareren. Zo, op je gemakkie zo. Kijk, als je op je gemakkie doet, dan gaat het een stuk beter. Kijk, hoppa, kijk eens hoe makkelijk het is. Kijk eens hoe makkelijk het is. Het is een stuk makkelijker zo hoor. Even wachten, even kijken. Wereldkaart, even naar de wereldkaart. Juist, hier moet ik even wezen. Nee. Ik moet eventjes... Zit hier in Hamburg nou helemaal niks? Daar zit er eentje. Wacht even, even resetten. Die moet ik hebben. We gaan eerst even die doen. We rijden even een kleine... Omrit eventjes. Ik moet hem echt laten repareren. Maar dat maakt niet uit. Ik heb de navigatie nou goed gezet. Ik word nou als eerste word ik naar. Nou als eerst eventjes naar mijn naar de garage geloodst. Ja, je kan hem ook weg laten slepen, maar ja, dat kost weer extra geld. Dat vind ik gewoon zonde. Ik kan beter gewoon zelf er naartoe rijden. Hij rijdt er niet zo nog, dus ik kan hem zelf naar de garage brengen. Als je je vrachtwagen moet weg laten slepen, ja, dan moet je ook weer extra betalen. Dat kost ook allemaal weer extra geld, hè. Dus... Ja, ja. Hé, hey, over deze brug reden we net ook. Nee, zie je deze toeter niet terug. En deze toeter deze terug. Ja, deze doet het er wel. Volgens mij. Hé, hey, jongens, zo. Het is mijn ritje. Eerst deze kant opstuurt en dan die kant opstuurt, maar dat is denk ik, ja, dat heeft te maken met dat ik op de terugweg, dan stuurt hij me daarheen. Dan stuurt hij me daarheen. Ja, doet hem maar lekker net weg. Ja, ik wou zeggen, vriend. Ik heb hem gaan proberen in te halen, maar ik
ik kom net aangereden. Je wacht maar eventjes. Hoppa, en we zitten bij de... kijk, zie je? Aanbevolen, 25.363. Oké. Nou, hij is weer goed. Hij is weer helemaal in orde. Moet ik hier achteruit. Ja. Jeetje, ben je nou een inburgering of niet? Je ziet godverdomme dat ik aan het kutten ben. Hoe doe ik dat? Hoe deed ik dat? Netjes, hè? Ja, als je het maar eenmaal door hebt, dan gaat het een stuk makkelijker. Zo, oké. Jezus! Wat? Waar knalde ik op? Ik knalde helemaal nergens op, man. Ik zie helemaal niks. Ik zie helemaal niet waar ik op knalde. Wat een fucking bullshit. Oké. Nou, dit kan lachen worden, want het is hier weer ontzettend druk. Ja, als jullie allemaal wachten, dan ga ik er gewoon voorbij hoor. Helemaal. Oh, jippakee. Ja, volgens mij ook. Ja, dat kost me wel weer... reparatie dadelijk. Ja, dat is wel weer wat geld. Nou, ik moet een beetje meer inhalen. Wat nou opleggerschade in? Wat echt, wat een onzin. Ongeduldige Leo. Jeetje, echt een ongeduldige Leo. Ja. Zo en me voorbij, hè? Doei, sukkeltje.
We rijden weer, jongens. Nee, hè. Wat is er, Lison?
slechts een echt oud service. Nou! Zo, ik zit er maar uit. Ik heb er een slaap van 250 kilometer. Dat is niet niks. Het is al een stukje, hè?
airconditions even aanzetten. Het begint weer te regenen. Op te letten, ik zit er een tijdje. Nee, ik moet hem nog even downloaden. Zo. Ik zal hem zo even downloaden. Oh, ik zat een paar keer zat ik Ramon's reactie te lezen. Ik denk, hè? Maar het was trouwens. Ik dacht dat Ramon erop gezet had dat hij gaat trouwen. Dus ik zat al een paar keer te lezen. Ik dacht, hè, Ramon gaat trouwen. Wat zit hij nou weer? Waar heb hij het nou weer over? Maar trouwens, zei hij. Ik zat even niet op te letten. Nou, het gaat alleen maar harder regenen, jongens. Het gaat echt alleen maar harder regenen. Is goed, liefet. Slecht weer, jongens. Het is slecht weer. We zijn er alweer, jongens. We zitten er alweer in Düsseldorf. Ah ja, nou rijd ik wel weer over een stuk heen, want ik ben niet gericht gereden. Kijk maar, hoppakee, ten veel. Geel wordt, dat betekent dat ik nu over een stuk heen rij waar ik nog niet eerder overheen gereden heb. Nee, in het spel regent het keihard, Ramon. Oh, hier hebben Düsseldorf al. Ja, hier was ik nog niet eerder geweest, Düsseldorf. Oh, Düsseldorf ontdekt, jongens. Ik heb Düsseldorf ontdekt. Hoera, hoera. Weer een stad die ik ontdekt heb. Up en weer een Renault truckdealer ontdekt. Peace.
Ja, tuurlijk jongen. Steek me hol. Stomme teringtrut. Ja, weer zo'n rotpol hè. Klote pol. Precies. Inderdaad, Lisanne. Huppakee. Een vracht. Kassel ben ik ook nog nooit geweest. 20 uur. ...220 kilometer. Ja, kan ik nog wel even doen. Dat is de laatste dan voor vandaag, jongens. Dat is de laatste voor vandaag. Niet zo hard. Ik kan eens even een check draaien, jongens. Oh, lekker! Wodka met energie! Lekker! Stop te horen spam nu. Gaan we. Oh, ik kan trouwens mijn ruiten weer eens uitzetten, want het regent inmiddels niet meer. Nou, het is heel even rustig, dus dan kan ik eventjes snel de weg op.
door ski. Van Robbie. Wat vind je van het spel? Blijf inderdaad blijf een geweldig spel, hè? Ja. Ja, dit is echt een van mijn mooiste spellen die ik heb, vind ik zelf. Ik heb toen nog heel vaak lopen twijfelen van ja, zal ik hem kopen, zal ik hem niet kopen. Maar nou ik hem eenmaal gekocht heb, ik heb er geen spijt van. Nee, ik heb er echt geen spijt van. Het blijft een fantastisch spel. Zag je dat? Hij kwam gewoon recht op me af. Ongelooflijk, wat een flapdrol. Ja, ik moet altijd even hebben.
ben benieuwd voor mijn hoeveel procent ik nou heb. Ja, dadelijk als ik die balkon erbij krijg, dan gaan die procenten natuurlijk weer naar beneden, hè, omdat de map groter wordt. Dan gaan er weer wat procenten af natuurlijk, omdat de map dan weer groter wordt. Kassel. Nou, weer een nieuwe plaats ontdekt. Kassel. Dat is nog nooit eerder geweest. Dus, een hotel. Staat er weer een grote vrachtwagen in de weg? Ja, dat dacht ik al. Waar moet die heen? Waar moet daar heen? Ik denk dat ik dan even achteruit moet. Daar ook weer in de weg staan, omdat ik echt een vervelend jongen zit. Wat een vervelend ventje. Dan moet ik nou achteruit in. Ik denk dat... Nee, eigenlijk niet. Nee. Godverdorie, hij stond goed. Kijk, dat bedoel ik. Hoppakee. Nee, klopt. Ja, klopt. Die stukken, zeg maar, als je, zeg maar, als je bedrijf, zeg maar, oprijdt. Als je, zeg maar, op het terrein, zeg maar, van het bedrijf, dat is een no collision zone. Dus dan kan je wel, als je een no collision zone hebt, dan kan je gewoon door elkaar heen rijden. Ja. Dus dat, precies. Nou jongens, ik vind het eigenlijk wel weer geweldig voor vandaag, jongens. Ik heb er even lekker een, bijna 2 uurtjes kunnen streamen. Ik vind het wel weer best voor vandaag, jongens. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ik heb ook nog eventjes, vanmiddag heb ik ook nog eventjes zitten, ben ik ook nog even aan het rijden geweest. Dus ik heb er ruim 2 uur op zitten. Ik vind het wel weer mooi voor vandaag. Ik ga zo nog eventjes... Denk ik even bellen. Dus ik weet niet of dat die jongens nog willen bellen. Maar ik ga zo nog wel even bellen. Op Snap doen we altijd bellen met een leuk groepje. Dus ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En zeker mijn maatjes Ramon, Rob en Lisanne. Tof dat jullie gekeken hebben. Vond ik echt, waardeer ik echt. Fantastisch. Dankjewel allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen voor de mensen op Twitch, volg mij. En voor de mensen op YouTube,
zou ik zeggen, jongens, doe even een duimpje omhoog voor deze video. Druk op abonneren en vergeet het notificatiebelletje niet voor zowel Twitch als YouTube. Heb je een soort belletje en dan moet je even aanklikken en dan op alles. En dan krijg je elke keer een notificatie als ik weer online ben. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Bye bye. Hoi.